Goedemiddag allemaal en ontzettend leuk dat jullie in zulke grote getalen hier naartoe zijn gekomen. Ik had hiervoor ook al een bomvolle zaal. Excuses voor degenen die ook op tijd waren, maar moesten wachten. We hebben een tweede, eigenlijk een tussenlezing nu ingepland om het verhaal nog een keer te doen. Het verhaal over mijn grootvader en zijn oudste broer, mijn oudoom. We hebben ongeveer een klein uurtje. Dus ik wil eigenlijk direct beginnen, want er is ontzettend veel te vertellen. Maar voordat ik dat doe, twee opmerkingen vooraf. Ten eerste, ik zal zo meteen op dit scherm een aantal foto's laten zien. Horen jullie mij trouwens achterin? Niet goed? Oké, dan ga ik proberen wat harder te praten. Ik zal zo meteen een aantal foto's laten zien hier op de PowerPoint-presentatie. Dat zijn foto's die zijn afkomstig van de beeldbank van het NIOT. En die hebben die ter beschikking gesteld zonder vergoeding te vragen. Dat is ontzettend aardig. En ik wilde even reclame maken. Als hier nog amateurhistorici in de zaal zitten, ik raad jullie allemaal aan om daar vooral een kijkje te nemen. Het is echt een prachtig archief. Dus dat is één. Een tweede is, dit is Open Huizen van Verzet. En het idee van Open Huizen van Verzet is eigenlijk dat op een informele wijze een historisch verhaal wordt verteld op een plek in Amsterdam. En informeel betekent dus ook dat jullie mij kunnen interrumperen, vragen stellen. Ik ben nogal lang van stof, dus hou me ook vooral op het rechte pad. Dus dat even vooraf en dan kunnen we nu misschien meteen beginnen. En dat wil ik eigenlijk doen door uit te leggen waarom we hier in Hotel Schiller zijn. En dat kan ik aan de hand van deze foto, want dit is het procesverbaal van arrestatie en invrijheidstelling van Henne junior. Henne Hennis junior. En dat was mijn oudoom. Hij is hier op 15 mei 1945 gearresteerd door ene J. van der Brand, zoals u daarboven kunt zien. En hij is gearresteerd op verdenking van punt H van de instructies. Collaboratie, dat staat in het midden. Hij had op dat moment bij zich 80 gulden aan contanten, die werden ingenomen. En verder had hij bij zich een radiotoestel van het merk Philips. Hij had een koffer en een pak met bescheiden, en ik zal het citeren, waaruit blijkt dat de aangehoudene een belangrijk aandeel heeft gehad in het bevorderen van de krijgsverrichtingen door materiaallevering aan Schiphol. Daar wordt nog toegevoegd stiefzoon bij de Waffen-SS. Kortom, een arrestatie van een foute Nederlander na de bevrijding van Nederland. En dat is de reden waarom we hier zijn. Dat is hier gebeurd. Maar er is nog een andere reden waarom we hier in Hotel Schiller zijn. Hotel Schiller was in vooroorlogse tijd een plek waar de familie Hennis veel kwam. En niet alleen de familie Hennis, er kwamen ook veel aannemers, handelaren van zand en grind. En waarom? Er vonden hier zogenaamde schippersbeurzen plaats. Dat waren avonden waarop die mannen elkaar ontmoeten en prijsafspraken maakten over de zand en grind, vrachtjes verdeelden, projecten bespraken. En dat gebeurde eigenlijk, het was altijd best gezellig. Het gebeurde onder het genot van een biertje en een jonge neven, er werd wat gebiljard. Het zou nu overigens echt volledig in strijd met de mededingingswet zijn, maar dat terzijde. En de familie Hennis kwam hier dus graag. En dat blijkt ook wel een beetje uit dit schilderij. Dit is namelijk een schilderij van de vader van Anton en Henne junior, Henne senior zal ik hem noemen. En dit is een schilderij dat is geschilderd door Schiller zelf, zoals u kunt zien. En Schiller was hier natuurlijk de eigenaar van het hotel. Maar hij was eigenlijk in de eerste plaats natuurlijk schilder of kunstenaar. En wat hij deed is dat hij schilderde vaak stamgasten van het hotel. Als u straks hier ook in het hotel ziet, daar hangen heel veel portretten van mensen, van kunstenaars en dergelijke die hier kwamen. En hij heeft dus ook Henne senior geschilderd. En eigenlijk wil ik met Henne senior het verhaal beginnen. Want het was Henne senior die in 1920 de internationale bagger, scheepvaart en handelsmaatschappij oprichtte. Henne senior was zelf een schipper geweest en is in het begin van de 20e eeuw aan land, aan wal gekomen hier in Amsterdam. En heeft toen dat bedrijf opgericht. En wat deed dat bedrijf? Dat bedrijf verkocht zand en grind in en om Amsterdam. En dat zand en grind werd gebruikt voor grote publieke werken. Dus voor bruggen, wegen, of spoorwegovergangen, grote infrastructurele projecten, bouwwerken. En hier ziet u overigens een schip
dat naar hem is vernoemd. En Hennis senior die was analfabeet. Die is geboren op een schip, heeft zijn hele leven op een schip gezeten. Die had nooit leren schrijven en rekenen, of schrijven en lezen. En wat hij heeft gedaan is bij oprichting van de IBSH, heeft hij zijn oudste zoon, Henne junior, heeft hij direct als bedrijfsleider aangesteld. Die kon namelijk wel lezen en schrijven en dat was natuurlijk wel belangrijk voor allerlei contractwerk. En die Henne junior die is dus vanaf het begin van het bedrijf actief geweest. En die heeft ook eigenlijk in belangrijke mate meegeholpen aan het succes van het bedrijf in die vooroorlogse tijd. Als bedrijfsleider was hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en dan met name de verkopen, die moest hij regelen. Verder was Henne junior in de jaren 20 was hij getrouwd geweest. Hij had uit dat huwelijk had hij 2 kinderen. Maar in de jaren 30 is hij daarvan gescheiden en is hij hertrouwd met een tweede vrouw. Dat komt straks nog aan de orde. Dan mijn opa, Anton, die is echt een nakomer. Dat was de Benjamin van het stel. Henne junior was de oudste en Anton was de jongste. Die scheelde 13 jaar. En over die vooroorlogse tijd van Anton, ja, daar weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Maar volgens de overlevering was het wel een grappige jonge man. Een beetje misschien een beetje een moeilijke puber, maar altijd in voor een geintje. En niet al te serieus, laat ik het zo zeggen. Nou, die vooroorlogse tijd die verstrijkt. En in mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Een grote verrassing eigenlijk. Heel Nederland had gehoopt en eigenlijk verwacht dat net als in de Eerste Wereldoorlog het land neutraal zou blijven. En binnen 6 dagen was Nederland gezien. Dat had ermee te maken dat de Duitsers een zogenaamde blitzkrieg hadden. Dat waren snelle acties op militair belangrijke punten in een land wat je wil veroveren. En dat uitschakelen en dan kon je snel dat land innemen. En een van die plekken die de Duitsers in mei 1940 helemaal plat gebombardeerd hebben, dat is Schiphol. Tegelijkertijd, toen de capitulatie getekend was, was Schiphol voor de Duitsers weer juist een heel belangrijke en interessante plek. Immers, ze waren bezig met die oorlog in Frankrijk, die was ook al snel gewonnen. Maar het enige land in West-Europa dat nog niet overwonnen was, was Engeland. En dat wilden de Duitsers wel heel graag. En de enige manier was natuurlijk door de lucht. Dus Schiphol als meest vooruitgeschoven luchthaven op Duits grondgebied, laten we het maar zo even zeggen. Dat was belangrijk voor de Duitsers. Dus ze hebben eigenlijk direct in mei en juni, die Duitsers hebben orders gedaan of die hebben besloten om Schiphol volledig te herstellen, te renoveren, uit te breiden. Ja, en daarvoor was zand en grind nodig. En daarvoor kwamen ze bij de IBSH, die op dat moment de grootste zand en grindhandel was van Amsterdam. En dus kwamen ze bij Henne junior. En Henne junior heeft die orders aangenomen, die heeft ze geaccepteerd en uitgevoerd. En hier ziet u een aantal foto's van die herstelwerkzaamheden. Je ziet het vliegtuig op de achtergrond. Dat gaat zo een aantal jaren gaat dat door. Misschien kan ik op dit moment ook even zeggen hoe het met Anton verliep in die eerste oorlogsjaren. Anton, die, zoals ik al zei, was een geestige jonge man. Die heeft voor de oorlog heeft hij een vrouw leren kennen. Die vrouw is ook zwanger geraakt, maar tijdens de geboorte is dat kind verloren gegaan of dood gegaan. En die vrouw heeft, het is mij niet helemaal duidelijk, maar Margriet, misschien weet jij dat beter. Die vrouw heeft het uiteindelijk ook niet overleefd. En Anton heeft dus op heel jonge leeftijd, dat was begin 20, heeft hij zijn vrouw en zijn kind verloren. Hij was op dat moment dolende. Werd in 39 of 1940 werd hij opgeroepen door de Nederlandse Defensie om het land te beschermen. Hij heeft op de Grebbelinie als motorordonnans gediend. En toen Nederland overwonnen was, is hij eigenlijk gevlucht, of dat was het plan. Hij wilde vluchten naar Spanje om dan vervolgens Europa te ontvluchten. En hij is blijven steken in Eindhoven, daar heeft hij mijn oma ontmoet. En is uiteindelijk ook weer teruggekomen in Amsterdam. Maar hij was in ieder geval niet betrokken bij het familiebedrijf, of tenminste het bedrijf van de IBSH. En dan gebeurt er iets heel interessants, wat een ongelooflijk grote invloed heeft gehad op de levens van zowel Anton als Henne junior.
Want in oktober 1942 wordt Hennie junior ontslagen als bedrijfsleider van de IBSH. En dat is een interessant gegeven omdat de IBSH die was voor 50% van zijn vader en voor 50% van de compagnon van Hennie senior. En dat betekende dus eigenlijk dat het ontslagbesluit door de vader van Hennie junior is toegelaten. Hij had dat besluit kunnen blokkeren door het gewoon te zeggen, ik roep mijn 50% in en dit gaat niet door. Hij heeft zijn zoon, zijn oudste zoon, dus eigenlijk ook stamoudste, heeft hij ontslagen. En interessanter nog, hij heeft hem vervangen voor zijn jongste broertje, Anton. Anton, die nog nooit betrokken was geweest bij het familiebedrijf, die wordt in oktober 1942 bedrijfsleider en volgt zijn broer op. Nou, wat er vervolgens gebeurt is dat Hennie junior, die gaat voor zichzelf verder. Die is ontslagen uit de IBSH en gaat voor zichzelf die Duitsers verder leveren. En Anton komt in dat bedrijf. En op een goed moment tegen het eind van de oorlog komt Anton in contact met verzet en raakt daarbij betrokken. En die verzetsgroep waar hij bij zat, die heet de Groep Admiraal. Dat was een verzetsgroep in Amsterdam-West. En dat was eigenlijk een echte ordendienstgroep. Dus die bereidde zich eigenlijk voor op de bevrijding van Amsterdam en wilde dan de geallieerden op het moment dat Amsterdam ontzet zou worden helpen door belangrijke punten zoals telefoonlijnen en elektriciteitsmasten en bruggen en dergelijke die dan te beschermen en ook na de bevrijding de orde te bewaren. En daarvoor waren natuurlijk wapens nodig. Dus de kernactiviteiten van die groep admiraal, dat waren eigenlijk wapentransporten en wapenopslag en eigenlijk voorbereidingshandelingen op die bevrijding van Amsterdam. Nou, hoe ging dat precies in zijn werk? Vanaf juni, dit is overigens Hennie junior, dat is een foto uit 1942. Mag ik even vragen? Ja hoor. Waarom is Hennie junior door de compagnon en zijn vader ja. Dat is heel goed dat je het vraagt. De ontslaggrond is volgens het ontslagbesluit dat ook in het bedrijfsarchief zit, is dat Hennie junior voor eigen rekening handelde. Hij deed zaken met de Duitsers buiten, of met de Duitsers, maar misschien ook met andere klanten buiten de IBSH om. En hij regelde zijn onkostenvergoeding niet goed. Dus hij had niet voldoende. Die declaraties die hij deed voor die onkostenvergoeding, dat was niet helemaal in orde. Een beetje een bonnetjes-affaire aan vallen letteren. Dus dat is de formele reden, of althans blijkens dat ontslagbesluit. Het is een interessante vraag, want uiteindelijk komt Hennie junior ook voor in de bijzondere rechtspleging en wordt hij berecht. Zijn vader, Hennie senior, omdat hij indirect ook geprofiteerd heeft van die leveringen, komt ook voor. En in dat proces wordt dat ontslagbesluit ook min of meer ingezet. Hennie junior zegt, ja, ik had dat eerste oorlogsjaar had ik het eigenlijk helemaal niet door dat de Duitsers geleverd werden. En toen ik merkte dat mijn oudste zoon dat deed, toen hebben we hem op de eerst mogelijke moment hebben we hem ontslagen. Dat is misschien een beetje een gelegenheidsargument, want Hennie senior stond ook terecht. En die wil natuurlijk een beetje zijn straatje schoonschaven. Hoe het precies zit, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel een interessant gegeven, want het is een vader die zijn oudste zoon ontslaat en vervangt voor zijn jongste zoon. En ik weet, tenminste, de bedrijfsmatige reden is duidelijk, maar dat moet natuurlijk ook, dat moet in die familie natuurlijk heel veel teweeg hebben gebracht. En hoe dat precies zit, dat kan je van het papier niet lezen, maar het is wel interessant om daarover na te denken. Goed dat je het vraagt. Dus hij gaat, hij deed al min of meer een beetje zaak voor zichzelf, maar gaat na zijn ontslag dus echt voor zichzelf beginnen. En Anton komt in dat bedrijf en die komt dus in contact met die verzetsgroep en raakt dus betrokken bij die wapentransporten. En hoe dat werkte vanaf juni 1944 ongeveer, zijn de Engelsen die doen 's nachts allerlei wapendroppings boven Nederland. En die gooiden dus op afwerkplaatsen gooiden zij wapens naar uit het vliegtuig. Die werden dan door de boeren van het land gehaald. Die werden verstopt op aardappelschuiten. Misschien niet zo groot als deze, maar in ieder geval op aardappelschuiten. En die werden vervolgens naar Amsterdam vervoerd, naar de markthallen. Je ziet hier de markthallen hierachter in Amsterdam-West. En volgens de overlevering
werd dan 's nachts tijdens speertijd, gingen die schepen ongeveer, de werf van de IBSH is hier een kilometer van verwijderd, dat is echt heel dichtbij. En 's nachts voerden die schepen dan richting de werf, werden die wapens van boord gehaald, werden verstopt onder de tand en het grind en vervolgens verspreid over de verzetsgroepen in heel Amsterdam. Dat is wat Anton heeft gedaan, dat was natuurlijk ontzettend gevaarlijk werk en op het moment dat je daar... En de Duitsers hier achter zouden komen, ja, dan kan je bijna wel indenken wat er gebeurt voor hem persoonlijk en voor het bedrijf. En daarom had Anton ook een vervals persoonsbewijs. Oh, sorry, kijk, hier ziet u, dit is een prachtige foto. Deze vond ik ook in de beeldbank overigens. En u moet zich voorstellen, ik was hier 2 jaar mee bezig en ongeveer 3 maanden geleden kom ik deze foto tegen. En dit is een foto van de IBSH, dit is op de Nieuwpoortkade, dus een kilometer van die markthallen. En dit is een foto gemaakt in de zomer van 1945 en u ziet hier zo'n wapenkoffer eigenlijk waar die wapens in verstopt waren. En die lagen dus nog, blijkbaar nog een paar onder de grindhoop. Nou, ik sprong natuurlijk een gat in de lucht toen ik deze foto zag. Dat was heel mooi. Maar zoals ik zei, het was gevaarlijk werk en hij had dus een vervals persoonsbewijs. Zijn schuilnaam was Anton van der Boom. Dat was ook een medewerker op de werf. Dat is zijn foto. En dit had hij natuurlijk bij zich. Op het moment dat het fout zou gaan, dan kon hij zich in ieder geval identificeren onder een valse naam. Hij droeg ook een wapen bij zich en er was ook een wapen in het ouderlijk huis. Nou, dan gaat die hongerwinter. En die is uiteindelijk afgelopen. Wordt mei 1945. Voorjaar en Nederland wordt bevrijd. En nou, dat is natuurlijk een prachtig moment. Vrijheid is terug. Het wordt ook enorm gevierd. Ik lees wel eens dat het ook een soort endless summer was met een heel mooi weer en prachtige bevrijdingsfeesten. En het ging de Nederlanders, die hadden hun vrijheid terug. En ook voor Anton ging het voor de wind. Hij werd eigenlijk vrij snel na de oorlog gepromoveerd van bedrijfsleider tot directeur. Dus hij werd ook formeel verantwoordelijk voor de zaak. En u kunt zich voorstellen dat die IBSH na de oorlog, Nederland lag in puin en moest weer wederopgebouwd worden. Als je in de zand en grind zit, dan is dat een goede hoek om in te zitten. Die industrietak die floreerde. En de IBSH ook. En Anton heeft daar ook de vruchten van geplukt. Uiteindelijk is hij in 79, Margriet, of in 1980 overleden? 81. En dat is eigenlijk het naoorlogse leven van Anton. Hij werd een beetje de paterfamilias van de familie Hennis, als jongste zoon uiteindelijk. Heel anders liep het af met Henne junior. U heeft al gezien, 15 mei 1945 wordt hij gearresteerd hier in Hotel Schiller. En u moet zich voorstellen, na die bevrijding was er in Nederland een enorme behoefte bestond er van Nederlanders om af te rekenen met de foute elementen in de maatschappij. En dat gebeurde dan ook. U kent alle verhalen van de vrouwen die werden kaal geschoren. En dit zijn een aantal foto's van die zogenaamde Beltjesdag. Hier worden, ik denk dat dit NSB'ers zijn, die worden opgebracht. Dat was ook een soort maatschappelijke reactie op die mensen die tijdens de oorlog met de Duitsers hadden samengewerkt. Wat gebeurde er na die arrestatie van Henne junior? Hij werd in een interneringskamp geplaatst. Allereerst in de Levantkade hier in Amsterdam. De Levantkade is een heel berucht interneringskamp geweest. De mannen werden kaal geschoren, die moesten enorm zware arbeid verrichten. Ook vaak vieze arbeid, poep scheppen en dergelijke. En die gevangenen er waren allerlei pesterijtjes. U moet zich voorstellen, die kampen werden bewaakt door leden van de binnenlandse strijdkrachten. Dat waren dus oud-verzetsmensen. Ja, die hadden natuurlijk ook wel een beetje een appeltje te schillen met NSB'ers. Dus het ging daar hard aan toe. Er zijn heel veel incidenten geweest. Er zijn ook mensen doodgegaan tijdens die interneringskampen. Kortom, dat was echt geen pretje voor Henne junior. En na 2 jaar in interneringskampen te hebben gezeten, onder andere de Levantkade, maar ook nog een aantal andere, komt hij voor in het kader van de bijzondere rechtspleging. In 1947, 2 jaar is ook een vrij lange tijd. En wordt hij veroordeeld voor, zoals dat heet, hulp aan de vijand, voor collaboratie. Hij krijgt als maatregel opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van zijn voorarrest. Kortom, hij mocht wel meteen weer naar huis. En hij werd ontheven uit het actief en het passief kiesrecht.
En hij ging naar huis, maar hij was, ja, was wel getekend. Hij had het etiket opgekregen van Foute Nederlander. Een aantal jaren na dat proces heeft Henny Junior een herseninfarct gekregen. Hij komt in een rolstoel, hij verliest zijn spraakvermogen. Hij kan ook niet meer lopen. En slijt eigenlijk zo zijn laatste levensjaren. En overlijdt in 1967. Ja, en als je dit verhaal zo aanhoort en dit ziet, dan, ja, dan zou je kunnen denken dat dit is een duidelijk verhaal. Henne heeft ervoor gekozen om te gaan samenwerken met de Duitsers. Anton heeft ervoor gekozen om zich te verzetten tegen de Duitsers. En dat zijn duidelijke keuzes geweest en die zijn ook zwart-wit. En wat ik wil doen is, ik wil nu proberen om die keuzes iets meer invulling te geven, iets meer inbedding te geven om te kijken of je daar ook op een andere manier naar kunt kijken. En om daarmee te beginnen is het in ieder geval is het allereerst belangrijk om te kijken naar de tijd waarin die keuzes voor verzet en collaboratie werden gemaakt. In mei 1940, moet u zich voorstellen, was Duitsland oppermachtig. Het had West-Europa in een aantal maanden veroverd. Er was eigenlijk maar één tegenstander, dat was Engeland. Maar Engeland was lang niet bij machten om Duitsland op het vasteland te verjagen. Kortom, in Nederland, maar in Europa, ging iedereen ervan uit dat die Duitse overheersing echt nog wel een lange tijd zou duren. Er is een essay van de vooroorlogse minister Colijn, waarin hij eigenlijk zegt, we moeten er rekening mee houden dat de Duitsers nog tot het eind van deze eeuw in Nederland blijven. En dat is de status quo en daar hebben we het mee te doen. Hoe anders was dat in het laatste oorlogsjaar? In 1941 was Amerika betrokken geraakt bij de oorlog door Pearl Harbor. In 1942 zijn de Duitsers de Sovjet-Unie ten strijde getrokken tegen de Sovjet-Unie. Wat we weten allemaal de afloop hoe dat is gegaan. In 1944 is D-Day. Kortom, ergens halverwege 1943-44 wist men eigenlijk de afloop van de oorlog wel. En dat zou een afloop zijn waarbij de Duitsers zouden verliezen. En dat is interessant, of in ieder geval goed om na te denken. Die beslissing om te gaan collaboreren is op een heel ander moment genomen dan die beslissing om bij het verzet te gaan. Hoe anders zat dat ook met de mensen, hoe reageerden die op die situatie? Die eerste twee oorlogsjaren waren relatief rustig in Nederland. De Duitsers die zagen Nederland eigenlijk als een soort Arisch gewest. Hè. We behoorden ook tot dat Arische idee van de Duitsers. En voor de Nederlanders althans, hè, want de Duitsers hebben natuurlijk wel in het begin van de oorlog meteen allerlei maatregelen afgekondigd tegen de Joden en die zijn uit hun burgerrechten. Maar voor de Nederlander zelf, die had in die eerste oorlogsjaren, moeten we erkennen, niet heel veel last van de Duitsers. En dat betekent ook dat de doorsnee Nederlander eigenlijk ja, gewoon doorging met waar hij mee bezig was. Het was vervelend dat die Duitsers er waren, maar ik accepteer de situatie zoals die is. Dat was heel anders in het laatste oorlogsjaar. De arbeidseinsatz was in 1942 ingesteld. De deportaties van de Joden is ook iets later op gang gekomen. Die nazi's trokken echt de teugels aan in 1943 en 1944. Die probeerden Nederland eigenlijk te nazificeren. En dat kwam, daarmee heeft ook die Nederlandse bevolking in die laatste oorlogsjaren veel meer geleden. En laat ik zeggen, de noodzaak of de wil om je dan te verzetten is dan natuurlijk ook heel anders dan op het moment dat je in 1940, 1941 eigenlijk nog niet zo heel veel last hebt van de Duitsers. Een ander relevant element is dat de omgeving eigenlijk. Je moet je voorstellen, Henny Junior die zat dus al 22 jaar in het vak. Deed zaken met altijd dezelfde mensen. En die Amsterdamse bouwnijverheid, die waren allemaal betrokken bij die Duitse leveranties. De Hille en Roze, de Amsterdamse Ballastmaatschappij, al die grote aannemers, die hebben dat Duitse werk aangenomen. En je moet je voorstellen dat je ja, als Henny Junior dan ook voor die vraag staat, ga ik nee zeggen tegen een mooie order met mooie marges? Als ik dat doe, ja, dan loopt mijn concurrent daar natuurlijk mee weg. En dat is slecht voor het bedrijf. Misschien moeten we dan wel maatregelen nemen. Mensen ontslaan, die komen dan op straat te staan. Aan het eind van de oorlog was dat anders. Dat einde van de oorlog was al in zicht, een door Duitsland verloren oorlog. En het was misschien ook wel belangrijk,
Ik zeg niet dat dat meegespeeld heeft bij de beslissing van Anton om bij het verzet te gaan, maar er waren mensen bezig in die laatste oorlogsmaanden zelfs om ervoor te zorgen dat ze wel aan de goede kant stonden op het moment dat die oorlog afgelopen was. En er zijn wel mensen geweest die wat verzetjes hebben gepleegd in die laatste oorlogsmaanden en dan daarna hebben gezegd, ja, ik was de grote verzetsheld. En dat waren vaak ook de mensen die het meest actief de NSB'ers gingen najagen. En dat is dus ook relevant. Verder is denk ik relevant om te kijken naar het belang van het bedrijf. En als je puur vanuit het bedrijfsbelang kijkt, dan is het misschien niet zo'n gekke beslissing geweest dat Henny Junior in mei 1940 die leveranties ging doen. Het leverde geld op voor het bedrijf en aangezien iedereen ervan uitging dat die Duitsers er nog wel even zouden zijn, dan moet je misschien ook maar goede vriendjes worden met die Duitsers. Ja, dat was natuurlijk ook anders aan het eind van de oorlog. En in dat verband, dat bedrijfsbelang, zijn die verzetsactiviteiten die Anton heeft gedaan, die hebben een bijkomend voordeel gehad. Dat valt niet te ontkennen. Die IBSH die was besmet geraakt tijdens de eerste oorlogsjaren doordat die Duitsers werden geleverd. Door die verzetsactiviteiten, door die verstopte wapens onder het grind, werd dat bedrijf eigenlijk min of meer weer schoongewassen voor na de Tweede Wereldoorlog. Je kunt natuurlijk achteraf niet meer zeggen dat de IBSH fout was, omdat het diep in het verzet zat. Overigens heeft Anton ook, dat blijkt uit een brief die ik in het procesdossier van Henny Junior heb gevonden, Anton heeft ook erkend dat het feit dat de IBSH in die eerste oorlogsjaren aan de Duitsers leverde, dat eigenlijk een dekmantel vormde voor die verzetsactiviteiten. De IBSH was onverdacht voor de Duitsers. Het is niet dat het mogelijk is gemaakt, maar het speelt mee. Althans, Anton zei het in verdekte termen, erkent dat in een brief aan het tribunaal. Ja. Is Anton, toen hij benoemd werd, onmiddellijk gestopt met het werk voor de Duitsers? Ja, dat is een goede vraag. De vraag die gesteld wordt is of Anton, toen hij benoemd werd, of hij toen gestopt is met het leveren aan de Duitsers. Dat is niet het geval. Ik heb in het dossier, het is echt een vuistdik dossier in het Nationaal Archief, heb ik ook bonnen gezien van 1943, waarbij er ook nog weermachtswerk werd gedaan. Het werd wel steeds minder. En sowieso de Nederlandse economie, die leidde onder die oorlog. Dus de omzetten die zie je vanaf 1940 echt tot 1945 sterk kelderen. Maar dat klopt, is toen ook doorgeleverd. Want in die tijd, als hij meteen gestopt was, was het daarna bijna onmogelijk om in het verzet te gaan. Want dan was je overdag, neem ik aan, als je dat er niet meer stopt. Ja, dat zou kunnen. Het is moeilijk, denk ik, om dat met zekerheid te zeggen. Maar dat zou inderdaad, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar dat bedoel, misschien kan ik eraan toevoegen qua beeldvorming, is dat IBSH leverde aan de Duitsers, maar dat was indirect. Het waren de Amsterdamse aannemers die je terecht noemt in het begin. Die waren de opdrachtnemers van de Duitsers. Ja. En de aannemers die moesten inkopen, die moesten hout hebben, die moesten zand en grind hebben, die moesten cement hebben. Dus die gingen met hun vertrouwde leveranciers en tot daar, zeker door de junior, zeg maar, die het leven gehouden heeft, oké. Maar het is dus niet een direct contact tussen IBSH en Duits opdrachtgever. Er wordt gezegd dat, ik zal het even herhalen, er wordt gezegd dat geen directe leveringen waren aan de Weermacht, maar dat het indirecte leveringen waren aan de aannemers die door de Weermacht waren ingeschakeld. Dat klopt ten dele, maar ik heb het accountantsrapport ook bekeken dat de accountant van het bedrijf na de oorlog heeft opgesteld over die oorlogsleveranties. En daar blijkt wel uit dat er ook directe leveringen aan de Weermacht waren gepleegd. Maar die leveringen aan de Duitsers zijn dus vrijwel zeker geen argument geweest voor het ontslag van Henny Junior, want het is doorgegaan daarna. Dus ik neem aan dat de directeuren van het bedrijf daarvan afwisten en daar ook, ja, in ieder geval niet tegen verzetten.
Nou, zij hebben zich in dat proces, hebben zij gezegd, we stonden zo ongelooflijk op afstand. Wij hadden eigenlijk niks te maken met die dagelijkse gang van zaken. We hadden veel vertrouwen in eerste instantie in Henny Junior dat hij dat deed. En we controleerden dat eigenlijk niet en we wisten er eigenlijk niet van. Zijn werk voor eigen rekening lijkt mij een veel zwaarwegende reden geweest om hem te ontslaan. Nou ja, dat blijkt ook uit dat ontslagbesluit. Hij was overigens ook al gewaarschuwd. In 1929 had hij van zijn directeuren al een waarschuwing gekregen dat hij die bonnetjes goed op orde moest hebben. En dat hij was volgens mij ook betrapt op een leverantie die hij in eigen zak had gestoken. Overigens staat er in die waarschuwing ook dat hij op tijd moest komen. Dat vond ik ook wel geestig. Dus er was een waarschuwing gedaan en de brief van de advocaat zegt ook, ja, je was al in 1929 geloof ik gewaarschuwd en het is nu ontslag op staande voet. Ja, graag. Ja, daar kom ik, met uw welnemen kom ik daar straks op terug. Ik vertelde al, ik had al een aantal elementen gezien. Je moet vooral kijken naar de tijd waarin die beslissingen werden genomen. Je kunt ook kijken naar dat ondernemersbelang. Als je kijkt vanuit het perspectief van de onderneming, dan zijn die keuzes hebben bijgedragen aan die onderneming. En tot slot is voor mij, of tenminste misschien een relevante overweging ook, waren die beslissingen, was de beslissing om de Duitsers te gaan leveren en was de beslissing om bij het verzet te gaan, waren die nou principieel gemotiveerd? En ik moet eerlijk bekennen, Henne Junior heeft de schijn tegen. Hij had, de Duitsers kwamen bij hem op bezoek, er werd koffie gedronken in zijn huis. Hij was goed bevriend met de bouwlui toen op Schiphol. Zijn tweede vrouw, die had een kind uit een eerder huwelijk, die was vrijwillig bij de SS gegaan. Van die tweede vrouw werd overigens ook gezegd dat ze bij de NSB zat. En dat is op zich wel een heel interessant verhaal, want dat dossier heb ik ook bekeken. Zij is voorgekomen na de oorlog op lidmaatschap, ze werd beschuldigd van lidmaatschap van de NSB. En dat was al voldoende om in de bijzondere rechtspleging berecht te worden. Zij heeft steeds ontkend dat ze ooit lid is geweest. En dat desbetreffende tribunaal gaat dan onderzoek doen. En die kijken naar het lidmaatschapskaart van deze vrouw. En zij zegt van ja, ik begrijp er eigenlijk helemaal niks van, want ik heb deze nooit ingevuld. Ik vind het ook raar, want het staat hier dat ik de MULO heb gedaan. En ik heb de MULO nooit gedaan. En uiteindelijk raakt dat tribunaal ook overtuigd van het feit dat zij die lidmaatschapskaart niet heeft ingevuld. Ik ben geen grafoloog, maar ik heb die handtekeningen heb ik vergeleken. Want ze heeft een aantal handtekeningen in een brief gezet. En die komen wel ongeveer overeen, maar er zitten ook wel wat verschillen. Dus mijn theorie is, maar nogmaals, dat kun je natuurlijk nooit met zekerheid zeggen, is dat haar zoon, die dus echt, die was nationaal-socialistisch geëngageerd, dat die lidmaatschapskaart namens haar heeft ingevuld om ervoor te zorgen dat de NSB een extra lid had. Zij wordt in ieder geval vrijgesproken. Maar voor het beeld van de Amsterdammers en van de buurtgenoten, Henny Junior, ja, die was met een NSB'er, waarvan de zoon ook nog eens bij de Waffen-SS zat. Hij leverde met de Duitsers, er kwamen veel Duitsers op bezoek. Dus je zou kunnen zeggen, ja, hij moet op zijn minst dat gedachtegoed van de nazi's wel aangedaan zijn. Ik weet het niet. Dat valt ook niet. Ik kan daar niks zinnigs over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat in zijn proces heeft hij heel veel getuigenverklaringen ten gunste van hem ingebracht, voor zijn eigen verweer natuurlijk. En in al die getuigenverklaringen staat, hij was apolitiek. Hij deed die leveranties eigenlijk uit een zakelijk oogpunt eigenlijk. Hij zag een mooie kans en heeft die gegrepen, maar hij was niet politiek geëngageerd. Er is ook een getuigenverklaring van een bewaker in een van die interneringskampen. Die zegt ook, ik heb het uit eigen beweging heb ik deze verklaring opgesteld. En die zegt ook van hij was van goede gemoeden. En of dat waar was, of hij nationaal-socialistische sympathie had, ik weet het niet, maar ik denk het niet. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor Anton. Anton zat in een OD-groep. En die OD-groep die was voor de voorbereidingen van de bevrijding. Die OD-groep, ik heb het nergens kunnen vinden, was niet betrokken bij bijvoorbeeld onderduikers. En
Ik heb ook nergens geschriften van Anton gevonden waarin hij zich fel anti-Duits uitte. En dat hij zei van ja, dat nationaalsocialisme dat is het absolute kwaad. Dat wil niet zeggen dat hij dat niet had. Ik denk dat hij zeker anti-Duits was, want anders zou hij niet bij het verzet zitten. Maar echt overtuigd van de abjectheid van die racistische ideeën van het... van Nazi-Duitsland, daar heb ik geen bewijs van gevonden. En dan kom je eigenlijk een beetje tot een conclusie, want dat zwart-wit verhaal, hè, wat misschien op basis van de feiten zich opdringt, dat lijkt dan misschien toch wel wat grijzer. En dat is voor mij eigenlijk ook het meest interessante geweest tijdens mijn onderzoek. Dat ik erachter kwam van, wat maakt nou goed en fout? En het is helemaal niet mijn idee om om die vraag te beantwoorden. Wie was er nou goed en wie was er nou fout? Dat vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ik wil ook helemaal niet Henne vrij pleiten of de verzetsactiviteiten van Anton in perspectief trekken of iets dergelijks. Het is hoe het is gebeurd. En mijn voorlopige conclusie is dat deze mensen zijn overvallen... Door een oorlog, door een ongewone situatie waarin ze gedwongen werden om bepaalde keuzes te maken. En met de wijsheid van nu, met alle kennis achteraf, kun je daar een bepaald etiket op plakken. Maar je moet niet vergeten dat op dat moment die duidelijkheid er helemaal niet was. En deze mensen eigenlijk gewone mensen waren, net als u en ik. En net als die talloze andere mensen die in de oorlog ook voor bepaalde keuzes stonden. En op een menselijke manier, op een begrijpelijke manier... bepaalde invulling daaraan hebben gegeven. En dat wordt misschien het best gesymboliseerd en daar wil ik ook mee afsluiten. We kunnen graag nog vragen behandelen hierna. Maar dat wordt gesymboliseerd door een foto van na de oorlog van zowel Anton en Henne junior. Want dit is een foto waarin Henne junior dus in de rolstoel zit. Hij kon niet meer praten, hij kon niet meer lopen. En achter hem staat er met ook een grote grijns op zijn mond zijn jongste broertje Anton. En je ziet beide dat het in ieder geval het is een hartelijke ontmoeting. Rechts staat overigens de tweede vrouw van Henne junior, van wie gezegd werd dat ze bij de NSB zat. En dit toont voor mij aan eigenlijk die gewoonheid eigenlijk, die menselijkheid. Zij zijn na de Tweede Wereldoorlog niet gebrouilleerd geraakt, ondanks wat er gebeurde in de... gebeurd was in de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat ontslagbesluit waarbij Henne junior eigenlijk stamoudste van de familie werd vervangen door zijn jongste broertje. Zij gingen gewoon bij elkaar op visite, dronken koffie en gingen op een normale manier met elkaar om. En dat is denk ik heel begrijpelijk en misschien ook wel enigszins mooi. Ik wil jullie voor nu bedanken voor de aandacht en... En als er vragen zijn, uiteraard. Uiteraard. Ja, heel veel vragen. Het is. Jouw opmerking dat je moet het allemaal zien in de tijd. En eigenlijk datgene wat er bij Henne junior is gebeurd en datgene wat bij Anton is gebeurd. Ja, dat is eigenlijk. Daar wil je geen waardeoordeel over. Maar als je het vertelt, dan krijg je de indruk dat Henne junior. Hij was dan misschien niet politiek betrokken, maar een opportunist was. Hij dacht, hier is een kans. Dat is iedereen is nog wel gaat. En dat betekent dat ik op een gegeven moment. Anton had ook helemaal niks kunnen doen. Ja. Maar die heeft een groot risico genomen voor zichzelf. Dat vind ik toch iets anders. Ja. Dan op een gegeven ogenblik. Als Anton gezegd had, ik moest op een gegeven ogenblik blijven leven tot het moment daar was dat. Maar de beslissing om op een gegeven ogenblik in het verzet te gaan. Daar moet je heel veel moed voor hebben. Ja. En daar loop je risico. Zeker. Waar niemand je voor gedwongen heeft, wat de omstandigheden niet geeft, ja. Maar wat een eigen keuze is, die misschien dan niet politiek ingegeven is, maar ingegeven is door een gevoel van onrechtvaardigheid waar je tegen bent. Dat vind ik toch
Ja. Nou, ik vind het heel leuk dat je zegt, want dit is precies de kwestie volgens mij. En het gaat mij er dus eigenlijk niet zozeer, want begrijp me niet verkeerd, het gaat mij er niet om dat etiket op te plakken. Ik wil eigenlijk dat thema problematiseren. En ik ben het met je eens, dat gevaar voor eigen leven, je inzetten voor de goede zaak, dat is heldhaftig. En het leveren aan de Duitsers van zand en grind die zij gebruiken voor bunkers en eigenlijk het meehelpen aan de bombardementen op Engeland, dat is absoluut fout. Maar in termen van goed en fout, daar zitten nuances bij. En wat ik in het tweede gedeelte heb geprobeerd is om te kijken of je in gedachten daar een beetje op kan hinken. En, maar het klopt wat je zegt, absoluut. Ben je in het onderzoek ook voorbeelden tegengekomen van concurrenten, ja, die niet die opportunistische beslissing hebben genomen van wij leveren gewoon, maar die heel principieel hebben gekozen om niet te leveren? Ja, om eerlijk te zijn heb ik geen voorbeelden van gevonden. Dat zou juist weer een beslissing, ja, zijn waarmee je wel weer risico's loopt en voor het bedrijf, ja, en mogelijk ook omdat dat tegen de Duitsers, tegen hun haren insteken, misschien wel meer dan alleen maar omzetderf. Ja, nee, het is een goede vraag. En het is het zwart of het is wit, er was geen tussengebied. Het was of je bent voor de vijand of tegen de vijand, je kon je kiezen. Jawel, maar ik ben zo benieuwd of ze ook... Nou, het is een hele goede vraag en ik ben het zelf niet tegengekomen. Ik heb in mijn onderzoek wel contact op een gegeven moment gekregen met Jogli Meijerhuizen. Dat is een medewerker van het NIOD. En die is gepromoveerd op de bestraffing van economisch collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog. En dat is dus eigenlijk de expert op dit gebied. En ik zal hem zeker de vraag stellen, want ik vind het zelf ook een relevante vraag. Of er voorbeelden zijn van Amsterdamse aannemers, van Nederlandse aannemers, die hebben gezegd, nee, bunkers, die bouwen we niet. Dat is een principieel punt en daar gaan we niet mee akkoord. Maar eigenlijk, dat is het algemene beeld. En dat is eigenlijk wat Chris van der Heijden bijvoorbeeld ook in zijn boek Grijs Verleden zegt, is dat beeld van Lou de Jong van zwart-wit na de Tweede Wereldoorlog, ook in economische zin, dat eigenlijk niet klopt. En dat er eigenlijk heel veel bedrijven waren, ook grote bedrijven, Philips en dergelijke, die tegelijkertijd gesaboteerd hebben, tegen de Duitsers gewerkt hebben, maar tegelijkertijd ook geprofiteerd hebben van de samenwerking met de Duitsers. Ja, ik denk dat Philips een voorbeeld is van dat er bijna ook een dekmantel was. Met de Duitsers samenwerken onderhuids konden die werknemers daar geplaatst worden. Dat klopt. Maar tegelijkertijd hebben ze dus ook geprofiteerd. Dat is een feit. Ja, bedankt voor je verhaal. Ja, ik vroeg me af, als je dus zou weigeren om met de Duitsers samen te werken, of je dan niet naar een werkkamp dus gestuurd wordt dan als aannemer. En ik had ook nog een vraag over het begin van je verhaal. Toen zei je van in het begin van de oorlog ging Anton eerst vluchten, dat hij naar Spanje wilde. Ja. Dan vroeg ik me af waarom dan... Dat hij zou eigenlijk had moeten vluchten of zo. Dus dat vroeg me af. Dus die twee vragen. Ik zou denken, als je zegt van als je een bedrijf hebt, ik werk niet mee met jullie. Ja. Dan zou ik denken van dat je in het kamp belandt. Ja. Het was het begin van de oorlog. Dus dat speelt misschien niet. Ja, dat weet ik dus niet. Ja, die arbeidseinsatz is vanaf 1942 echt al echt goed op gang gekomen. Ja. Dat waren oproepen van de Duitsers voor mannen tussen de 18 en de 60 om zich te melden. En die werden dan vervolgens in Duitsland te werk gezet. Uw eerste... Mag ik daar wat afsluiten? Want ik heb daar wel een antwoord op nemen. Wat de vrouw vraagt, waarom hij vertrok. Hij had namelijk een periode achter zich liggen die heel ingrijpend geweest is in zijn leven. Het verlies van vrouw en kind in het kraambed. Ja. Punt 1. Punt 2, begin, direct na het begin van de oorlog en alles wat hij meemaakt in die 6 dagen Grebbeberg. En hij heeft toen het besluit genomen, omdat hij dan toch, want dat wil ik eigenlijk vertellen in een beetje een ander subjectief dan mevrouw vraagt. Zijn eerste idee was om via
via Spanje naar Engeland te gaan tegen de Duitsers te vechten. Want hij had, was hem ter oor gekomen dat dat dus een route die was ontstaan via die kant uit. En hij wilde dat al werken, want hij had van zijn andere broer had hij een vrachtwagen met aanhanger overgenomen. En wilde dus al werken door België, Frankrijk, Spanje zo bereiken. Ja, dat is antwoord op je tweede vraag. Eerste vraag, er zijn mensen waarvan het bedrijf werd gevorderd en dat mensen ook verplaatst werden om ergens anders te werken. Maar ik denk, de eerlijkheid gebied te zeggen, ik denk dat dat risico voor Henny Junior... Ja, kijk, dat risico heeft hij misschien ook nog niet helemaal aangegaan. Want ik denk dat dat zou eerst aangekondigd worden. Dus dan krijg je een aanzegging van de Duitsers. Je moet nu leveren, want anders pikken we de boel in. En dat daarop aan laten komen? Ja, het is een verweer dat hij heeft gevoerd tijdens zijn proces. Jogli zegt daarover, ja, dat is een verweer dat iedereen voerde achteraf. Maar daar heeft in ieder geval zijn die tribunalen niet in meegegaan. Die hebben toen eigenlijk gezegd van ja... Dit zijn geen gedwongen levering geweest. Ik krijg het signaal dat we, geloof ik, moeten afronden. Misschien een laatste vraag, kan dat nog? Eén vraag? Ja, heel kort hoor. Is het vrij snel de ruimte wil gaan om ruimte te bieden voor de volgende? Is het onderzoek gedocumenteerd? Nog niet, maar dat als ik onbetaald verlof krijg van mijn kantoor, dan wil ik dat nog neerschrijven. Ja. Ja, Magna. Dank. Dankjewel. Dank voor je komst. Dank voor de komst. Dank. Dankjewel. Finish. Oh kijk, leuk, ja, mooi. Leuk dat je er bent. Ik heb wat spullen gevonden inderdaad. Ja. Ja, ook van je opa dan, ja, dus. Klopt. Ja. Anders niet van mijn opa, maar van de neef. Die heeft schipper geweest. Van Henk? Van Henk. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Heel goed gedaan. Dank. Nou, leuk dat je er was. Ik vind het ontzettend leuk dat je er heel was. Heel goed gedaan. En ik heb nog een... En een goede laatste opmerking, want dat is eigenlijk... Kijk, ik wilde natuurlijk... Ik wilde het ook een beetje de discussie op gang brengen. Wat ik niet begrijp, ja, dat is als mijn broer zich aansluit, bewust... Ja. Bij een beweging die ertoe leidt dat ik vanuit rechtvaardigheid mijn leven in de maat hoe kan ik dan na de oorlog... Ja, daarmee... Hoe kan dat? Ja. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Nee,